Matthijs de Ligt heeft opnieuw een ereprijs gewonnen. De Nederlandse verdediger van Juventus kreeg maandag in Parijs de Coppa Trophy. De prijs die tijdens het gala voor de Gouden Bal wordt uitgereikt aan de meest talentvolle speler tot 21 jaar. De Ligt ontving de prijs uit handen van de Fransman Kylian Mbappé, de winnaar van vorig jaar. Eerder won de 20-jarige De Ligt al de Golden Boy Award, een bij de Italiaanse sportkrant Tuttosport behorende prijs voor grootste voetbaltalent van het jaar. De Portugees João Félix volgde De Ligt op. De Ligt was ook genomineerd voor de Gouden Bal. De Oranje Internationale eindigde in die verkiezing als 15e.